In 1980 ben ik begonnen met Aikido in de Cosmos in Amsterdam. Ik was op zoek naar een vorm waarbij ik me beter zou voelen. Ik was geïnteresseerd in anders eten en ook in anders het contact maken. Daar had ik iets mee, maar ik wist nog niet precies wat dat was. Ik ben in de Cosmos, dat bestond toen, die bestaat nu al heel lang niet meer. Maar dat was in 1980. Ik was in 1977 kwam ik al in de Cosmos en daar had je yoga en meditatie en die heb ik allemaal geprobeerd. Maar dat was niet mijn ding, had ik gemerkt, omdat je dat al, eigenlijk, dat weet ik pas achteraf, dat je dat in je eentje doet. En toen werd in 1980 in de zomer werd Aikido gepresenteerd door meneer Bakas en Kanetska Sensei. Die was daar een week in Amsterdam en ik heb dat geprobeerd die week en dat, ja, daar had ik gemengde gevoelens over. Dat was heel anders dan ik had verwacht. En na een paar maanden dacht ik, ik ga ermee verder. En dat heb ik ook gedaan. Ik ben bij Peter gaan trainen. En ja, daar moest ik wel heel erg aan wennen. Maar geleidelijk aan ontdekte ik dat het me wel lag. Dus het bewegen en samen bewegen, dat vond ik eigenlijk wel heel erg prettig. Zo is het begonnen. Ik heb toen in het begin heb ik dus met Peter Bakas getraind, maar na 2 jaar ben ik naar Erik Lauw gegaan. En die had een dojo om de hoek bij de Cosmos. En dat was een hele andere atmosfeer. En dat sprak me eigenlijk wel wat meer aan. Dat was ook zo dat Erik Lauw eigenlijk wel extroverter is, en heel hulpvaardig is en ook gewoon veel aandacht aan je geeft. Hij was heel erg, ja, noem je dat, bevlogen. En ja. Nou ja, dat trok mij en dat was een leuk groepje en daar ben ik verder gegaan. En daar hebben we, ik weet niet meer, 3 jaar gezeten, op de Oude Schans was dat, of 4 jaar, dat ik erbij kwam, misschien nog wel later. Dat weet ik niet meer, maar op een gegeven moment zijn we verhuisd naar de Grote Flinkstraat. En ja, dat was misschien in 1985 of zo, of 87, dat weet ik niet meer precies, maar daar zijn we verder gegaan. En daar is de dojo heel erg gegroeid. Dus daar, ik geloof in de hoogtijdagen van Aikidojo, kan ik me nog herinneren dat er 160 leerlingen waren. Heel erg veel. En dat we ook gezamenlijk naar de zomerschool gingen, die er op dat moment ook was, elk jaar. Dat heb ik ook meegemaakt, de zomerschool in België en in Nederland. Nou, Erik ging er gewoon voor. En ja, dat was heel aanstekelijk. Er waren echt best wel veel leerlingen en je had een vaste ploeg. Ik weet nog wel dat ik 2 keer trainde en ik zag allemaal mensen zoals Joost, maar ook Wilco en Fons, nog een aantal mensen, die trainden gewoon wel 3 keer per week. En toen was ik mijn 3e Q, weet ik nog wel, dacht, ja, ik moet gewoon meer gaan trainen. Dus ik ben ook 3 tot 4 keer per week gaan trainen daar. Ja, dat was gewoon, daar hebben we ook video-opnames van, die kun je ook vinden op het internet. Dat was gewoon een ja, fantastische tijd. Gewoon, en soms waren er ook maar heel weinig in de klas. Dan nam bijvoorbeeld Erik iets op met de video en dan nam ik het weer op. Zodat we konden zien hoe we het deden ook. We konden daarvan leren. Ik heb wel inderdaad meerdere leraren. Je had een Kanetska Sensei, dat was eigenlijk mijn formele leraar de eerste jaar. Daar heb ik ook mijn eerste en mijn tweede dan bij gehaald. Ja, daar leer ik natuurlijk heel veel van, naast Erik. Maar voor mij was Erik toch eigenlijk de hoofdleraar. Die blijft de leraar. Ook al, want ik ontdekte dat al die andere leraren, die hadden eigenlijk allemaal hun eigen Aikido. En dat is ook logisch. Dus de andere Japanse leraar die ik kende, is Fujita Sensei. Daar heb ik dus veel bij getraind. Het was weer een heel ander iemand, een heel andere manier hoe hij met Aikido omging. Dus ik leerde al heel snel dat het niet één manier is. Dus gewoon elke persoonlijkheid neemt zijn eigen Aikido mee. Ja, ik weet nog wel dat Erik was een van, misschien wel de eerste toen, die bijvoorbeeld een paar maanden in Homodojo getraind heeft. Dat was heel bijzonder. En omdat hij dat gedaan had, wilden wij dat ook wel. Dan praat ik over Wilco en Joost en ik.
Dus ik ben in 1992 ben ik 5 weken naar Japan gegaan om te gaan trainen in Homodojo. En dat was. En ik heb ook gereisd en rondgekeken. Ja, dat was een enorme ervaring. En dat vond ik heel erg spannend. En omdat Joost al was geweest, die zei Niek, vroeg ik waar moet je dan gaan zitten als je daar binnenkomt? Ik vond het ook hartstikke eng. Hij zei, nou dan ga je maar bij de Westerling, want er zitten veel Fransen en ga je daar zitten. Nou, dat heb ik gedaan en zo ben ik erin gekomen en ik heb daar getraind. Ja, dat vond ik natuurlijk fantastisch. Want daar is voor mij eigenlijk, zag ik, ja, dit is het Aikido waar we ook de diploma's van krijgen. Dus eigenlijk vertegenwoordigt Mori, dus de huidige Doshu, die vertegenwoordigt eigenlijk het Aikido wat wij volgen. Dus dat is eigenlijk, dat ben ik gaan realiseren. Hij is eigenlijk onze hoofdleraar, zo moet je het zien. In diezelfde periode, naar Japan ging, had ik een video gezien van iemand die iets deed wat ook vanuit het Daito Ryu ontstaan was. En dat, nou, ik weet niet of iedereen het weet, maar Aikido is ook ontstaan vanuit het Daito Ryu. Dus die hebben, en ik zag een videootje van een meneer, die heet Okamoto Sensei, en die had zijn eigen stijl ontwikkeld vanuit het Daito Ryu. Het heette Roppokai. En Roppokai staat voor 6 zijden van waar langs je kan werken in het Roppokai. Dus hij had bovenlangs, onlangs, opzij, in de achteren enzovoort. En ik ben bij hem op bezoek gegaan in diezelfde periode. En dat was heel raar. Dat klikte meteen tussen hem en mij. Dus ik ben daar gaan trainen. En daarnaast deed ik ook bij Hombu trainde ik. En ik, 3 keer per week trainde ik bij Okamoto. Maar ik had meteen een band met hem. En dat was wel heel bijzonder voor mij. En eigenlijk was ik altijd op zoek al naar verbintenis. En hij was een van de eerste die dat meteen deed. Maar ik merkte, ook in Japan had ik ook snel verbindenis met de Japaner zelf. Dat verbaasde mij altijd, hoe ik daar iets bij kon vinden. Nou, ik denk dat de techniek wel heel belangrijk is. Om in ieder geval de eerste heel veel jaren dat te gaan doen. Zodat het een deel wordt van je lichaam. Want dat moet je gaan doen, omdat de techniek helpt je bekende sporen te trekken. Dus we hebben zoveel technieken die we kennen, die hebben allemaal een vorm. En die vorm, die komt in het klein altijd weer terug in je dagelijks leven. En doordat je die beoefent, dat pad van die vorm, die loop je constant door. En daardoor ontstaat er herkenning bij anderen. En dat is niet alleen bij het Aikido, natuurlijk, dat doe je dan gewoon samen. Maar eigenlijk trek je sporen die je ook weer kan gebruiken naar anders. Dus als jij bijvoorbeeld wordt aangevallen buiten, kan je verstillen zo, maar je kan ook gewoon ontspannen blijven en terugdenken, hoe doe ik het met Aikido? En dan merk je opeens dat je aanvaller opeens voorzichtig wordt, want die ziet dat je anders reageert dan wat hij verwacht bijvoorbeeld. Dus je hebt verwachtingspatronen. En die verwachtingspatronen die in Aikido, die ga je opnieuw invullen en die ga je opnieuw vorm geven. Er is niet één weg. Iedereen heeft zijn eigen weg, dus ik vertel je mijn weg hier. Maar dat is niet dé weg, dat is een weg. Dus er zijn mensen die wel alleen maar met technieken bezig zijn. Mijn eerste leraar die is voornamelijk met technieken bezig. En dat is hartstikke goed, dat is niet minder dan iets anders. Dus het heeft ook te maken dat je daar iets, dat voldoening, maar ook dat je helpt op een bepaalde manier. Dus het geeft je. Het geeft je stabiliteit. En wat dat is, dat is voor iedereen verschillend, denk ik. De overeenkomst met wat ik net vertelde over de verbinding met anderen. Maar nog veel groter belang is verbinding met jezelf. En daar komt de meditatie een plekje. Dus dat doe je in je eentje. Ik zit nu ook in een soort meditatiekussentje, zit ik op. En dat betekent dat je bij jezelf bent, met jezelf praat, met jezelf in contact komt. En dat betekent dat je gewoon je lichaam gaat bekijken. Want je lichaam die is doorlopend in verandering. Dus je bent geboren en je gaat weer dood. En dat van het begin tot aan het eind van je leven, daar is doorlopend gebeurt er wat in je lichaam. En daar kun je heel veel van zien. En er zijn mensen die ook een beroep van maken, bijvoorbeeld met masseur of een shiatsu massage enzovoort. Die doen eigenlijk een beetje hetzelfde. Die maken ook een pad wel met de hulp van hun patiënten of wie het ook mag zijn, hij gaat, of zij gaat leren hoe hij dat moet doen. En dus het is een wisselwerking.
Maar je zal, sowieso moet je zelf ook je eigen lichaam een beetje leren kennen. Waar zitten ze? Je hebt bijvoorbeeld een dingetje in je buik. En als het altijd op dezelfde plek is, zou je toch misschien even naar de dokter moeten gaan. Het zijn de simpele dingen. Maar zo heb je ook, je geest heeft bepaalde patronen die altijd hetzelfde zijn. Nou, in een meditatie ga je dat observeren. En dat doe je bijvoorbeeld door, hoe adem ik? Dus dat hoor je ook bij de Zen-meditatie. Concentreer je op de uitademing en de inademing. En doe er verder niks mee, maar kijk ernaar wat daar plaatsvindt. Daardoor zorg je ervoor dat je je geest, dat je die concentreert. Dus dat je die op één plek vormgeeft. En dat je niet alle kanten op gaat. Dat is één ding. En gelijktijdig kan je dat observeren. Nou, als je, dat is de Zen, die maakt daar gebruik van. Ook andere meditatietechnieken. Ik heb Vipassana. Heb ik 10 jaar lang gedaan, elk jaar. Dat is 10-daagse meditatie, waar je van 's morgens 4 tot 's avonds 9 bezig bent met zitten. En wat je daar dan ga je echt de diepte in. En dan kun je, ja, dan verandert de wereld. Nou, opeens word je heel erg bewust bijvoorbeeld van de dieren. Want het was altijd het buitengebied, dan hoor je de vogels. Maar er gebeurt iets bijzonders dan ook. Want de vogels, die komen bij je zitten. Omdat je namelijk, je geest die is anders. Dat ziet die vogels en alle dieren zien het ook. Dus ook de bijtje en wie. Het klinkt een beetje zweverig, maar je gaat opeens gewoon heel anders kijken naar de omgeving. Dus er zijn zoveel dieren, muggen, vliegen enzovoort. En als je die echt naar kijkt, naar de karakter van die vlieg, dan denk je, hey, maar kijk naar me. Dat zul je echt zien, moet je maar eens oefenen. Maar dat moet je echt oefenen. Dus de omgeving en jezelf, die observeren hoe je reageert. Je bent namelijk in die zin ook hetzelfde. Ja, dat helpt ook weer in het Aikido. Dus dat is eigenlijk de link van meditatie. Ik zou het iedereen aanraden. Wanneer je bijvoorbeeld een gevechtskunst doet, is het ook heel erg belangrijk om te begrijpen wat de andere doet en denkt. Als hij tegenover je staat in een gevecht. En meestal ben je alleen maar met jezelf bezig. Dus dat verbindenis heeft daar wel mee te maken in de Budo. Je verbindt je met de ander. Anders kun je ook niet winnen. Bijvoorbeeld, in de Aikido hebben we dat helemaal niet, het winnen of verliezen. Maar in het Aikido is het veel meer samenwerken. Maar in principe is het hetzelfde. Je bent bezig om de ander te leren kennen, zodat je daar op een goede manier op kan anticiperen. Ja, dat noem ik eigenlijk het verbinden. Dus dat betekent dat je echt moet gaan kijken naar de intenties van je partner, van je oeken, bijvoorbeeld in dit geval. En dat maakt eigenlijk niet uit welke discipline je volgt. Of je nou karate doet of judo, dat zal je altijd moeten doen. Als je op straat loopt en er gebeurt wat, kijk naar wat de intenties waar de persoon naar kijkt, waar die mee bezig is. Daarop train je eigenlijk in Aikido ook, in mijn ogen. Voor mij tenminste. Maar voor mij is het Aikido is het veel mooier. Want daar kijk je, daar leer je hoe je omgaat met een ander. Dus hoe je kan samenleven met een ander. Hoe je kan samenwerken met een ander. Want een gevecht heb je dus in die zin symbolisch altijd. Kijk, Aikido, die beoefen je. Dat is al een enorm pad. Ik ben misschien wel 10, 20. Sommige mensen zijn hun hele leven bezig met het Aikido. Qua die technieken die ze zien, die gebruiken ze als alleen maar dit is het. Nee, techniek is het gebruik je om tot iets anders te komen. En dat is waar ik het net over had, is om te begrijpen hoe alle interacties in het leven plaatsvinden. Daar gebruik je die makkelijke wegen van die technieken, gebruik je als een pad wat je gezamenlijk doet, gebruik je daarvoor. Bijvoorbeeld de oeken en tori heeft twee rollen in de Aikido. Je ziet heel veel, oké, wat is een oeke? Nou, de oeke is de aanvaller, zeggen ze. En dan moet de tori moet daarmee aan de gang gaan. En die gaan met die oefening mee naar beneden of naar boven. Nee, ik denk dat het iets anders, dat naarmate je verder gaat, daar begin je wel mee. Maar naarmate je verder gaat, dan ga je meer kijken, ga je meer afwachten. Als je komt dan hier naar iemand toe. Maar je bent meteen aan het kijken waar die persoon, waar je die aanval bijvoorbeeld op inzet, hoe die reageert. Waar die naar kijkt, bijvoorbeeld gaat hij naar die hand kijken. Dus doe je hand omhoog, zie je naar die hand kijken. Maar intussen kan je met je andere hand, kan je daarin gaan. Dus dat je links gaat kijken, ontstaat er verwarring. Dus je komt met die hand en dan opeens ga je met die hand ga je wat doen hier. Oh, maar God, dan zie je dus je oeke of je tooi, die zie je opeens twee kanten op gaan als hij niet... Als hij nieuw is, als hij nieuw is met Aikido. Als hij wat langer bezig is, weet hij van ik hoef alleen maar te concentreren op hier.
Dat betekent, ik ga niet in de ogen kijken, ik ga niet, maar dan zie ik gewoon eigenlijk alles. Dus dan heb ik de armen die wat kunnen doen en waar hij naar kijkt. Dat is informatie. Dus kijk altijd hier en opeens kun je ook in de breedte kijken. Want als je gefocust kijkt, dan kun je alleen maar dit stuk bekijken. Maar als je vaag kijkt, dus zo, dan ga je opeens zelfs voorbij. Je kijkt tot hier kan ik kijken. Nou, dat is belangrijk. In mijn oog, voor mij, is dat heel erg belangrijk om op die manier te trainen. Dan zie ik eigenlijk alles aankomen. Net mijn ervaring is met de studenten, dat zij het ook zo ervaren. Maar je moet het iedere keer weer oefenen. Want je vervalt gewoon in je oude patronen, waar je smal kijkt en je reageert. Dus je het afleiden. Bijvoorbeeld, dan kom je met een mes aan. Ga je zo steken, doe je bijvoorbeeld, gooi je zo een mes over. Dan zit iedereen meteen naar het mes te kijken. Maar stel dat je nou eentje hebt, zo, en die wil je aanvallen. Dan zit iedereen te kijken, maar opeens heb je een tweede mes. Dat heb je helemaal niet gezien, je bent met het eerste mes bezig. Nou, is een voorbeeld van blijf breed kijken en dan kun je, ja, dan kun je eigenlijk alles, kun je heel veel aan. Niet alles, maar je kunt wel echt heel veel doen en daar gebruiken we Aikido voor. Ik heb altijd het gevoel van er zijn budo waar je moet presteren. En daar heb ik moeite mee, omdat namelijk als je moet presteren, dan ontstaan er altijd meteen weer nauwe straten. Je ziet bij het zwaard, kunst ook, en je ziet ook bij het Aikido. Dus dit is de enige pad. Ja, dat is jammer. De Japanners zie je het ook vaak terug. Het zwaard is natuurlijk waanzinnig mooi. Dat is veel nog meer symbolischer in het pad vinden dan bijvoorbeeld Aikido. Is veel ingewikkelder, omdat je met te veel dingen. Maar het zwaard heeft ook 600 kanten, als het niet nog meer is. Maar er gebeurt wel iets meer, doordat je die paden kent. De budo, die ontstaat vanzelf ook een, dat je alles gaat relativeren. Want je vraagt even, wat is budo? Ja, het is best wel een breed pakket. Het is niet alleen maar een technisch verhaal. Het is een verandering van persoon. Je verandert als persoon daarin. Dat herkennen mensen die lang met budo bezig zijn, herkennen dat ook. En dat is niet bewustzijn, maar het is gewoon het gedrag. Mijn gedrag verandert in de tijd dat ik Aikido ben gaan oefenen. En ik doe nu Aikido sinds 1980, dus dat is nu 42 jaar. Ja, dat heeft enorme invloed op je gedrag. En dat besef je niet, omdat je gewoon veranderd bent. Het gaat mee in je leven. Dus daarom zeg je, wat is het budo? Ja, ik kan er eigenlijk geen antwoord op geven, behalve dat ik zie dat ik mensen herken. En die herkennen mij trouwens ook. Dus in het Japan, die herkennen mij als een budoman. Dat is wel grappig, dat had ik eerst helemaal niet door. En dat was dus met Okamoto ook het geval. En die voelde zich bij mij daardoor ook thuis. Dat is het belangrijkste. Dus je voelt je ook thuis bij je soortgenoten die dus budo beoefenen. Dus ik kan stellen, dat heb ik eigenlijk nooit gerealiseerd, dat ik een budoman ben geworden. Ik heb dojo samen met Thomas Huigen. En Thomas doet heel anders Aikido dan ik. En dat is juist, dat is krachtig. Want je moet geen kopie zijn van de ander. Dat vind ik. Dus je gaat op pad, dat heeft Thomas ook al gedaan, net zoals ik, maar op zijn manier, op pad naar zijn interesse, wat zijn interesse is. Hij zoekt datgene op wat hij nodig heeft. Dus daar ben je op zoek naar. Is die persoon wat? Nou, een tijdje, ja, ik heb het gehad. Ga je naar die persoon, ik heb het gehad. Ja, dat is, voor mij, is dat de budoweg. Zelf op zoek gaan. En, Thomas doet ook het zwaard met veel passie. Hij doet ook kinderklassen met veel passie. En dat vind ik mooi, omdat namelijk die passie, het is niet altijd makkelijk. Maar je gaat ervoor, het gaat je iets opleveren. En dat is dus de budoman, de budogedachte, die ga je opleveren. En het gaat je, ja, het geeft je basis in de rest van je leven. Ik geef les. En ik zie dus wat ik net allemaal heb verteld, zie ik bij alle studenten. Die zijn daar niet nog aan toe. Dus ik ben daar dan mee bezig, omdat de technieken die er zijn, die zijn natuurlijk heel erg belangrijk. Maar heel veel mensen die met mij trainen, die trainen al best wel heel erg lang. En die hebben dus gezegd, ik noem het toch de essentie van het budo van Aikido. Dat is toch hoe je contact maakt. En dat je, ik zou zeggen, je ziet altijd mensen die gaan ergens heen. Ik zou zeggen, nee, ga een beetje terug. Dus niet dat je terugstapt, maar blijf bij jezelf. En laat dat op je afkomen wat er gebeurt. En kijk breed. En dat leer ik mijn studenten. Er zijn nog veel meer dingen. Ik zie ze naar die hand kijken. Ik maak allemaal spelletjes. Dan doe ik dat, gaan ze naar die hand kijken. En geef ik een klapje in het gezicht. Je ziet die hand en je ziet de andere hand niet aankomen.
Nou, dat zijn hele kleine dingen die je denkt, ja, heeft dat nou met Aikido te maken? Ja, alles in mijn ogen, alles. Want Aikido is alleen maar een vorm om ergens te komen. En dat geldt ook voor alle andere dingen. Of je judo doet, hetzelfde. Uiteindelijk kom je op dezelfde plek thuis. Dus daarom is de technieken belangrijk, maar is niet het einddoel. Het is alleen maar een hulpmiddel.